Het is maandag 9 november. Welkom bij Rijnmond Nieuws. KNVB legt zwarte lijst aan van geschorste voetballers. Legerhospitaal opgezet in Rotterdam. En Schiedam maakt zich op voor de komst van Sinterklaas. En in het weer verandert te weinig. Hier is Ed Aldus. Dinsdag is het bewolkt. In de loop van de dag is een bui niet helemaal uitgesloten. Het wordt in de middag zo'n 9 of 10 graden. De KNVB neemt maatregelen om geweld bij amateurwedstrijden tegen te gaan. Er komt een landelijke databank waarin spelers worden opgeslagen die vanwege geweld of agressie voor tenminste een jaar geschorst zijn. Dit nieuwe systeem moet voorkomen dat de geschorste spelers naar een andere club overstappen om weer mee te kunnen doen aan wedstrijden. Afgelopen zaterdag werd een speler van amateurvereniging FC Vlotbrug uit Hellevoetsluis ernstig mishandeld door een speler van SV Simonshaven. De mishandeling in Simonshaven van dit weekende heeft voetbalclubs en de KNVB geschokt. Helaas komt agressie en geweld op de voetbalvelden vaker voor. Een aantal amateurclubs uit de regio Rijnmond werkt al 3 jaar aan regels om de ergste railschoppers van de velden te krijgen. Een van die verenigingen is NOC Kralingen, waar Wim van der Gaag 2 seizoenen geleden al te maken kreeg met ernstig voetbalgeweld. In een voetbalwedstrijd werden 2 spelers van ons eerste elftal letterlijk en figuurlijk het ziekenhuis ingeslagen. Ja, en dan ga je nadenken. Daarom nam hij met een aantal bevriende voetbalclubs het initiatief om een lijst bij te houden van spelers die zich hadden misdragen. Mocht ik bij NOC Kralingen een raddraaier hebben die naar een andere voetbalvereniging overschrijving aanvroeg, terwijl ik wist hoe het persoontje in elkaar zat, heet gebakerd, vooral als die op groen gras liep, dan kon ik de desbetreffende ontvangende vereniging informeren wat voor type speler die binnenkrijgt. En dan is het altijd nog aan die club om hem wel of niet als lid aan te nemen. Doordat maar weinig clubs zich aansloten is het idee mislukt. Maar Wim van der Gaag is bij de KNVB blijven aandringen op maatregelen. En nu komen die er dan toch. Landelijk is daar met overleg tucht doorgaan, is daar naar gekeken. Dat zijn mensen, juristen die daar ook naar gekeken hebben. Ook met de wet op de privacy is daar naar gekeken. Dus het heeft met heel veel spelregels te maken om zo'n landelijke lijst in te voeren. En daar moest de KNVB ook aan voldoen. Dat is ook voorgelegd aan diverse instanties en dat is inmiddels goedgekeurd. De lijst landelijk voetbalverbod wordt door de tuchtcommissie van de KNVB bijgehouden. Maar verenigingen kunnen ook zelf spelers aangeven. Het is weer een extra maatregel om ongeregeldheden op de velden tegen te gaan. Wij zijn constant eigenlijk aan het kijken van hoe wij ons systeem ook kunnen verbeteren. Wij monitoren wekelijks van wat er op de velden gebeurt, bij welke vereniging, bij welk elftal. En dit is weer een stap verder in, om de excessen tegen te houden. De man die zaterdag werd mishandeld is inmiddels thuis, maar kan voorlopig nog niet aan het werk. De verdachte zit nog steeds vast. Hij wordt morgenochtend voorgeleid. En het bestuur van Simonshaven heeft vanmiddag na een gesprek met de KNVB besloten om het zesde elftal uit de competitie te halen. Voorafgaand aan dit seizoen waren er afspraken gemaakt met het team dat incidenten niet getolereerd zouden worden. De afgelopen zaterdag is het daarom einde verhaal. De landmacht is neergestreken in Rotterdam-Delfshaven. Een geneeskundige eenheid oefent de komende 2 weken op het Lloydplein met een veldhospitaal. Dat is voor militairen weer eens een andere omgeving dan de Veluwe. Het mobiele ziekenhuis arriveerde vandaag in een konvooi van ruim 20 vrachtwagens. De trucks vervoeren alles wat er nodig is voor een veldhospitaal. Van mobiele operatiekamers tot tenten voor het personeel en van een mega-aggregaat tot het eten voor de militairen. De geneeskundige eenheid arriveerde aan het eind van de ochtend en meteen werd begonnen met het opbouwen van de tenten. De bedoeling is dat wij hier dat gaan opbouwen. Dat is een deel van de oefening. Verder gaan we hier oefengewonden behandelen en dat is onze oefening. Is dat bijvoorbeeld als voorbereiding op uitzending van de mensen die hier zijn naar Afghanistan? Ja, dat klopt. Dit maakt deel uit van ons voorbereidingstraject. Dat duurt een aantal maanden om goed voorbereid te worden op inzet bij een vredesmissie, bijvoorbeeld in Afghanistan. Wat krijgen de mensen de komende 2 weken hier voorgeschoteld? Want je kan oefenen, maar het is natuurlijk toch nooit zoals het echt is. Nee, dat klopt. Maar omdat we normaal gesproken op de kazerne geen zorg verlenen, is het heel erg belangrijk dat we in ons opwerktraject ons goed voorbereiden op tamelijk heftige dingen die natuurlijk in Afghanistan kunnen gaan gebeuren.
Dat doen we hier met gesminkte oefengewonden. Die worden helemaal voorbereid. Die worden dan gepresenteerd hier in het hospitaal. En die worden dan bijvoorbeeld opgevangen, geopereerd. Die gaan op de verpleegafdeling in, komen op de intensive care terecht enzovoorts. Morgen wordt het eigenlijke ziekenhuis gebouwd en dan wordt er de komende 2 weken geoefend. Volgende week maandagavond is er open huis voor de buurt. En wie daar naartoe wil, kan zich aanmelden via de website van de deelgemeente Delfshaven. Bij een aanrijding met een tram op de Molenvliet in Rotterdam-Lombardije is een vrouw om het leven gekomen. De 93-jarige voetgangster stak over in de buurt van de kruising met de Spinozaweg. Sliep de trambaan op toen er ook net een tram aankwam. Omstanders en de trambestuurder probeerden de vrouw te waarschuwen, maar dat heeft ze waarschijnlijk niet gehoord. De tram van lijn 20 kon niet meer remmen en raakte de vrouw. De vrouw is nog gereanimeerd, maar tevergeefs. Door het ongeluk was het tramverkeer op de Molenvliet enige tijd gestremd, maar inmiddels rijden de trams weer. Voor de 2e keer in 1,5 jaar is er een auto tegen een woning aan de Burgemeester Keizerweg in Papendrecht gebotst. Henk en Diana Minnebreuker werden gisteravond opgeschrikt door een harde knal. De muur van de slaapkamer lag er zo goed als uit en bij de buren in de voortuin stond een auto. Uit die auto kwamen 2 jongens zonder een schrammetje en gelukkig ook bij de familie Minnebreuker raakte niemand gewond. De 18-jarige bestuurder had net zijn rijbewijs, maar dat is hij inmiddels kwijt. Het ongeval is volgens de politie veroorzaakt doordat de bestuurder te hard heeft gereden en toen de macht over het stuur is verloren. De wagen is tegen het huis van Henk en Diana aangeklapt en tot stilstand gekomen in de voortuin van de buren. Ik schrok, er stond een trill op mijn benen, we alle twee trouwens. Ja, eerst wist ik niet wat er gebeurde, want ik dacht, nou, er valt boven iets om. Dus Marije ging gelijk naar buiten en ik zei, nou, ik ga boven kijken bij mijn dochtertje, maar die sliep gewoon door. En hier naar boven gegaan en gelijk 112 gebeld. Ik schrok ook heel erg. Ja. 1,5 jaar geleden is er al een auto tegen het huis van de buren aangereden. Die bestuurder was dronken. Vindt u het eng nu om hier te wonen? Nee, want dit gebeurt normaal gezien nooit. Het is een heel recht stuk. Dat kan eigenlijk niet gebeuren. Ja, tenzij je gek gaat doen. En zulke snelheden gaat doen. Ja, maar het is overal gevaarlijk. Dus dat, Henk en Diana kunnen net hun huis weer in. Er moest eerst gecontroleerd worden of het wel veilig was om er weer te wonen. De schade is groot en er moet dus flink verbouwd worden. En dat terwijl hun huis te koop staat. Ja, we hebben net het bord uit de tuin gehaald. Want ja, wie wilde nou zo'n huis kopen met zo'n ingestorte gevel? Dus we gaan het eerst opknappen en dan komt het bord er weer te staan. Dat is wel een domper. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Maar ja, voor potentiële kopers hebben we daar een hele nieuwe voorgevel. En hoe groot de schade is, dat moet nog precies uitgezocht worden. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Dan komt Sinterklaas aan in Nederland. En de pakjesboot meert dit jaar aan in ons eigen Schiedam. En u begrijpt natuurlijk dat de stad daar het maar druk mee heeft. Er wordt alles op alles gezet om de Sint de intocht van zijn leven te geven. Buiten wordt hard gewerkt, maar ook binnen. Daar worden de allerkleinste bijvoorbeeld voorbereid op school. De pietenpetjes, minimijtertjes, kragen en vlaggetjes die zaterdag volop in beeld moeten komen, werden vandaag uitgedeeld op Schiedamse basisscholen. Dus ook bij De Singel. De burgemeester kwam zelfs naar de aula om aan iedereen een heus Sinterklaas knutselboek cadeau te geven. Maar ja, met alle respect, het is in deze tijd voor een burgemeester wel heel erg moeilijk om de aandacht te krijgen. Als ik nou zo doe, hè, doen jullie dan even Tja, burgemeester, het is nou eenmaal Sinterklaas voor en Sinterklaas na. Of... Zwarte Piet! Zwarte Piet! Zwarte Piet! Piet was speciaal vroeg naar Schiedam afgereisd om de gemeentelijke verrassing uit te delen. En nog een memory spel. Ja. Vind je een mooi boek? Ja. En een hand. En ga je er iets mee doen? Ja. Ga je pepernoten bakken? Ja. Slekken. Het boek moet de kinderen in de stemming brengen voor de landelijke intocht van Sinterklaas. En buiten? Buiten worden verkeersmaatregelen getroffen, stoepen schoongemaakt, tags verwijderd en straten gespoten. Want als er bezoek komt, dan maak je schoon. Toch? Goedemorgen. En voor wie is dit allemaal? Dit is voor Sinterklaas uiteraard. Dat is een hele mooie taak. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk dat hij eens een keertje eens in Schiedam komt. Het is toch wel belangrijk dat het allemaal netjes ligt.
En jij zit ook braaf op de bank te zingen. Nee, ik moet, samen met hem moeten we de calamiteit aanpakken. Dus. Die avond van tevoren dat er graffiti op de muur is gespoten of zo, dan moeten we dan doorgeven. En dan wordt het gereinigd in principe en nog meer kleine dingetjes. Handen uit de mouwen dus, maar we blijven er nuchter onder. Waar die visboeren staan, dan wordt die helemaal heel smerig, weet je. Met de gebakken olie. Dus die moeten wij één keer in de maand schoonmaken. Ja. Beetje speciaal voor de Sint? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Zo, goed antwoord, krijgt u veel cadeautjes. Oké, dank u wel. En zaterdag ziet alles er vast en zeker spik en span uit daar in Schiedam. Wel eens gehoord van muurcake, een stuk cake in de vorm van de Berlijnse muur. Een ideetje van de Rotterdamse kunstenaar Stefan Gross. De geboren West-Duitser staat op deze manier stil bij de val van de muur. Vandaag precies 20 jaar terug. Vers uit de oven in een mal gevormd naar de betonblokken van de voormalige grensafzetting tussen West- en Oost-Berlijn. Dat is een muurcake. Er zitten stukjes muur in. Nee, dat is gewoon cake. Maar er zit hagelslag in en dat moet een beton voorstellen. En ik moet hem eerst een beetje plat snijden, dat hij ook goed staat. Ik heb hem gebakken ter gelegenheid van 9 november. Dat is 20 jaar geleden dat de muur viel. En vanavond is een finissage in het Goethe-instituut. Want ook bij het Goethe-instituut aan de Westersingel in Rotterdam staan ze stil bij de val van de muur. Onder meer met deze tentoonstelling, waar Stefan dit soort sieraden exposeert. Oorbellen in de vorm van kleine stukjes muur. Ja, in eerste instantie dacht ik, misschien is dat een leuk iets voor Berlijn. Maar ik zie ook dat de Berlijnse muur een heel lelijk iets is. En daar ben ik echt verbaasd of mensen dat aannemen als sieraad. Stefan is als West-Duitser niet zo'n liefhebber van de voormalige DDR. Nou ja, ik ben in de jaren 80 twee keer in Berlijn geweest. En toen heb ik dit meegemaakt. Het was een soort bruinkoolsfeertje. En toen had ik helemaal geen zin om naar Berlijn te verhuizen. Dat was heel hip toen, om daar naartoe te gaan. Wie de tentoonstelling bij het Goethe-instituut graag zelf wil zien, helaas, die wordt na vandaag ook afgebroken. Opnieuw stront aan de knikker aan de Matenesseweg in Rotterdam-West. Al een aantal maanden hebben bewoners van de straat op verschillende plaatsen last van problemen met de riolering onder hun huizen. Zo ook in de kruipruimte van Karin Hornberger, waar twee weken geleden een afsluiter van haar rioolpijp afbrak. Een waarschuwing vooraf, als u nu zit te eten, de beelden die zijn niet zo smakelijk. Als Karin Hornberger haar wc doortrekt, loopt het water rechtstreeks haar kruipruimte in. Oh, het is nog echt waar ook. En ook de wc's van al haar buren en bovenburen eindigen in het kleine keldertje onder de meterkast. Oh my god, dus ik heb scheid van de hele flat in mijn kruipruimte. Ja, kijk, dat drolletje is voor jou, hè? Ja. Ja, ja. Dat hebben wij gisteren op, Charmaine. Tja, Karin maakt er maar een grapje over. Maar zo grappig is het natuurlijk allemaal niet. Sinds ruim twee weken geleden de afvoerbuis brak, stinkt haar huis verschrikkelijk. Ramen en deuren staan tegen elkaar open. En van de buurman heeft ze een geurvreter geleend om de stank nog enigszins te verdrijven. Haast drie weken terug was die stank niet te harde. Ik ziek, mijn kinderen ziek, hoofdpijn. Het was echt een penetrante lucht. Het was echt gewoon niet te harde. Dat ik hier met mijn kinderen in moet zitten, met die stank en alles, dat pik ik gewoon niet meer. Afgelopen woensdag is de kruipruimte leeggezogen door een rioolreinigingsbedrijf. Maar elke keer als er in de flat iemand naar de wc gaat, stroomt er weer wat bij. Woningeigenaar Kom Wonen was tot gisteren nog niet toegekomen aan reparatie van het lek. Dus ik weer gebeld naar Kom Wonen, heb ik weer iemand anders aan de telefoon gehad. Nou, dan beginnen we weer van vooraf aan, heel het verhaal weer uitgelegd. Ik zeg, ik word daadwerkelijk van het kastje naar de muur gestuurd. Want jullie zeggen, ik moet contact opnemen met de gemeente. De gemeente zegt, ik moet bij Kom Wonen zijn. Dus op een gegeven moment was ik echt pist. Ik zeg, luister dan, ik huur van Kom Wonen en niet van gemeente Rotterdam. Dus jullie gaan hem gewoon oplossen, die zaak nu. En dat is inmiddels gebeurd. Vanmiddag is de kruipruimte van Karin Hornberger opnieuw leeggezogen door de rioolreinigers. En zojuist is ook de lekkende pijpleiding afgedicht. Volgens Kom Wonen is het probleem veroorzaakt doordat de gemeente recent de riolering heeft opgehoogd, waardoor de afvoer uit de flat moeilijker wegstroomt en er afval in de pijpleiding onder de flat is blijven staan. Dat heeft ertoe geleid dat de afsluiter is afgebroken. Kom Wonen wil met de gemeente overleggen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.
Heeft u het idee dat de natuur er in uw buurt mooier uitziet? Nou, dat kan kloppen. Afgelopen zaterdag organiseerde Landschapsbeheer Nederland de Natuurwerkdag. Op meer dan 340 locaties werkten ruim 10.000 vrijwilligers in de natuur. En dat allemaal om het landschap een opknapbeurt te geven. En ook bij ons in de regio werd er hard gewerkt. Verslaggever Jos de Jager droeg zaterdag, weliswaar op zijn eigen wijze, een steentje bij aan de natuur. En wel in Strijen, waar hij samen met tientallen vrijwilligers uit de Hoekse Waard en 70 leerlingen van het Grafisch Lyceum uit Rotterdam wilgen ging knotten. We zijn hier vandaag op een locatie van het Hoekse Waards landschap, waar dus ruim 200... knotwilligen staan. Die dingen die hebben we een jaar of 30 geleden na een ruilverkaveling hier als takken in de grond gezet. Zijn nu echte bomen langzamerhand. De mensen die een laddertje willen gebruiken, die kunnen een mooi aluminium laddertje meenemen. En dan is het eigenlijk de bedoeling om dus twee aan twee te gaan werken. Ben jij de boom in? Ga jij even de boom in? Is mijn haar goed trouwens? Ja, hè? Is het goed, hè? Ja. En dan kunnen we, dan kunnen we. Als jij nou eerst even de boom in gaat. Ja. En de dunne takken, daar gaan we straks bossen van maken. Even voor mijn informatie. Nou, ten eerste, waarom is dit nodig? Waarom moeten die takken er allemaal af? Kijk, doordat de kronen dus groter worden, scheuren ze op een gegeven moment uit. En dat proberen we dus op tijd te zagen. Daardoor voorkomen we dus dat ze kapot waaien. Van onder, hè? Moet je wel van onderen zeggen. Ja, af van onderen. Komt ie, hoor. Vrouw, die is in het scheur allemaal. Zijn die... Dat kon ik niet goed zagen. Frank, vandaag doen we dat zelf, ja? Goeiedag, meneer. Ja. U bent al wat ouder, met alle respect. Hoe lang doet u dit al? 25 jaar. Al meer dan 25 jaar? Ja. En die oude jas, want ja, dat is wel een hele vieze oude jas. Je moet een oude jas daarbij aan hebben, want je wordt helemaal vies en smerig. Dus dat moet je thuis zo uit kunnen trekken dat het zo er was in kan. Ja. Ja? Dat is mij, kan niet dat... met nette kleren. We zitten hier niet op de koolsingel, jongens. Heb je pijn in je armen? Nee, het valt nog wel mee. Oké, dan ga ik nu... Zagen. Take. 5. Het loopt al niet in de weg, hè, mevrouw? Ja, echt. Zo ga ik allemaal eerlijk zijn, is het eigenlijk gewoon een beetje klote werken. Nou, we zijn niet eerlijk hier, we doen net of we het leuk vinden. Het is goed voor studiepunten, voor maatschappelijk stage. Oké. Okay. Ja, dingen doen. Ja. Dit was een van die dingen en dit is wel leuk om te doen. Ja. Je zou natuurlijk ook gewoon nu aan kunnen hangen, dan gaat hij ook. Nee, dat mag niet, dan scheurt hij. Oh, die schoenen. Ik hoef helemaal niet af te vallen, man. Zie je wel. Kijk eens. Oh. Oh. Ja, zo kan je wel vanavond nog echt zien dat je wat gedaan hebt. Ja. En vroeger viel ik ook wel eens van mijn fiets of zo, of tijdens het voetbal of tijdens een stoppertje. Dan kwam ik thuis en dan zei ik tegen moeder, moet eens kijken. En dan deed ze altijd wat. Een stukje erop. Nee hoor. Een kusje erop? Ja. Ach. Nou ja. Een kusje erop. En gewoon laten vallen, hè? Of van onderen roepen, wat is het? Van onderen. Zonder... Kijk. Nou, dat is heel het idee, dat is het gewoon. Dat is gewoon het idee. En dat doet hij al meer dan 25 jaar. En zo zorg je natuurlijk dat die weer klaar is. Als je weggaat en dat alles weer gewoon geknot is. En dan kan hij er weer een jaar of wat tegenaan. Zonder dat hij dus uitscheurt en dat hij dus gewoon te handhaven is. Ja, en dan verdenk ik u ervan, dan is het helemaal klaar. En dan stapt u daar uw auto in en rijdt u gewoon nog even langs de dijk om te kijken hoe mooi het erbij ligt. Wedden? Wel, soms wel. Ja. En ook in de zomer, dan rij je hier wel eens langs of je fietst hier wel eens langs. En dan geniet je daar ook van. De wilgen zijn geknot, ondanks Jos zijn aanwezigheid. En tot besluit het weer. Het begint met een mooie zonsondergang. Afgelopen zaterdag zijn er flink wat buien gevallen in het Rijnmondgebied, lokaal zelfs meer dan 10 mm. Maar aan het eind van de middag werden we getrakteerd op een prachtige zonsondergang, compleet in herfstkleur, zeg maar. Mooi plaatje uit Spijkenissen. Weerfoto's kunt u insturen naar het welbekende e-mailadres. Nou, bij ons vandaag
meestal bewolkt, maar het westen van de regio had ook te maken met wat zon. Maar meer naar het oosten toe was het dus dikwijls gewoon somber en grijs. Daar een graad of 9, in Hoek van Holland werd het nog een graad of 11... bij een matige tot vrij krachtige, meestal noordenwind. Nou, vanavond en vannacht is er veel bewolking. Mocht het nou even opklaren, dan kan er een mistbank ontstaan. Het blijft overal droog, temperaturen tussen 6 en 8 graden. En morgen overdag, de dinsdag, nou, een beetje eentonig verhaal is het. Meestal is het gewoon bewolkt. Er kan in de loop van de dag een bui voorkomen. Temperaturen zo'n 9 à 10 graden. Er staat niet al te veel wind. Meestal een matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, woensdag en donderdag veel van hetzelfde, zeg maar. Veel bewolking, soms even een knipoog van de zon, maar de bewolking overheerst dus hè, in grote lijnen. Temperaturen een graad of 10, met de wind valt het allemaal wel mee. Maar vanaf vrijdag zijn we vertrokken voor een wisselvallige periode. De regenkansen nemen toe, de wind gaat aantrekken en de temperatuur loopt op tot boven de 10 graden. En dit was Rijnmond Nieuws van maandag 9 november. Straks de sport. Daarin Nederland heeft zich vandaag aan de pers gepresenteerd als organisator van het WK voetbal in 2018. En natuurlijk een terugblik op het betaald voetbal van afgelopen weekend. Blijf kijken dus. Nog een fijne dag en graag tot morgen.